Ja, je blik is redelijk onbewogen, maar je zult ongetwijfeld van binnen wel erg zuur zijn. Ja, kijk, weet je, je gaat de tweede veldhelft in met het idee van we moeten nog een paar puntjes pakken, dan zijn we veilig. We weten dat het, net als in het zaal eigenlijk vrij lastig was. Maar de eerste paar wedstrijden zijn tegen tegenstanders die gewoon ook tegen degradatie vechten. En dan laat je heel wisselende potten zien. Je wint gelukkig net aan bij de Vinken. En dan speel je tegen Woudenberg en Dijk van de eerste helft. De tweede helft geef je het helemaal weg. En dan zei je vorige week tegen de nummer 2 Fiducia. En dan speel je gewoon een prima pot. Verlies je in de laatste anderhalf minuut. Hartstikke zuur. Ja, en vandaag speel je weer een prima pot. Je staat 1 punt voor bij rust. De tweede helft gaat er nog lang gelijk op. Maar dan aan het einde trek je toch aan het laatste eind. En dat is gewoon, zuur. We hadden gewoon nu al lang al veilig moeten zijn. En dat staan we niet. Ja, ik denk dat het alleen maar aan onszelf te wijten is. Maar het is wel balen. Want het moet gewoon kunnen. Ja. Wat lag het omslagpunt in die tweede speelhelft? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat een beetje na 10 minuten in de tweede helft wat moeite kregen. Zij gingen niet per se veel meer scoren, maar we kregen het in de aanval kregen het gewoon wat lastiger. Ja, dan weet je, op een gegeven moment gaan balletjes aan de andere kant wel vallen. Dat gebeurde. Het gebeurde niet heel veel, want we stonden op een paar minuten voor het einde nog 2 punten achter. Maar ja, dan schieten zij er heel snel 1 en dan nog 1 achter elkaar in en dan is het klaar. Dan mag je het niet helemaal op de arbitrage afschuiven, maar die was niet van de gewenste kwaliteit. Nee. Ik praat niet graag over de scheids, maar het was vandaag niet heel best, jammer genoeg. Hij maakte aan beide kanten vreemde beslissingen. Maar ik durf te denken dat wij er iets meer nadeel bij hadden. Met name gezien de strijd waar we nu nog in verwikkeld zijn. Dus eigenlijk had je vandaag, je wil altijd een goede scheids, maar vandaag had je die nog iets meer kunnen gebruiken. Wie weet, uiteindelijk moet je de ballen er zelf in leggen. Maar wie weet had je iets meer geholpen om goed in het spel te blijven. Misschien was het niet nodig, maar je hebt wel terecht verloren. Ja, als je je kansen niet erin schiet, dan verlies je altijd terecht. Hè? Uiteindelijk moet je zelf de doelpunten maken. Doe je dat niet, dan verlies je altijd. Eerste helft ging het redelijk gelijk op. 6-5 bij de rust. Wat zeg je dan tegen de dames en heren? Ja, dat we gewoon lekker door moeten gaan met waar we mee bezig zijn. En dat we gewoon hun niet het idee moeten geven om in een wedstrijd te komen. En 5 doelpunten tegenkrijgen in 1 helft, dat is geen schande. En dat je dan de tweede helft er veel meer tegen krijgt, dat heeft meer denk ik dan te maken met het feit van dat je tegen jezelf aan het korfballen bent dan dat de tegenstander zo goed zal zijn. Ja, want wederom worden de kansen niet afgemaakt en ik krijg een beetje het idee dat het een beetje tussen de oren gaat zitten bij de dames en heren. Ja, vandaag hebben we heel veel pech gehad in de afronding. Ik denk dat een stuk of 7 ballen die erin en eruit rollen. Ja, gebeurt dat niet, dan heb je 7 doelpunten. Wat me meer zorgen baart is dat we, dat we gewoon de tweede helft weer niet volledig thuis geven. Nee. Nou is het prachtig weer, maar toch pakken er wat donkere wolkjes boven het Aderscomplex. Ja, uiteindelijk als we volgende week gewoon winnen, dan moeten we maar zien hoe het eindigt. En ik weet ook niet wat Woudenberg nog gedaan heeft tegen de Vinken vandaag. Dus zullen we dat wel horen. Ja, maar over 2 weken speel je wel tegen de nummer 3 en je hebt het niet in eigen hand. Nou ja, dat weet ik niet. Dat als Woudenberg gewonnen hebt, dan hebben we het niet meer in eigen hand inderdaad. Maar ik ga er gewoon vanuit dat we vandaag over 2 weken winnen. Net zoals dat ik ervan uitging dat we vandaag zouden winnen. Als we iets scherper zijn in de afronding, dan speel je zo'n ploegspel helemaal zoek. En dat laten we gewoon na.